Vandaag een WPNL Live. Mijn naam is Marcel Bootsman. Ik heb een paar jaar historie in de WordPress community inmiddels. Ik ben op dit moment marketing manager voor de Dutch market voor Kinsta. En ik ga jullie vandaag vertellen wie er vandaag op programma staan. Dat weten jullie waarschijnlijk allemaal al, want anders waren jullie niet gekomen. Maar ik ga het toch doen. Voordat ik dat ga doen, wil ik eerst even onze sponsor van de editie van vandaag in het zonnetje zetten. Daar is die, Lamper Design, daar. Lamper Design die sponsort vandaag onze editie, dus als ik nu op een podium zou staan, zou ik jullie vragen om even hard te klappen voor Lamper Design. Dat mogen jullie alsnog doen, hard klappen, dat gaan ze niet horen, maar wel fijn om even genoemd te hebben dat Lamper Design zo vrij is geweest om ons te helpen om het organiseren van deze WPNL Live mogelijk te maken. Oké, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan straks beginnen met Remkes de Vries. En zoals hij dat zelf zegt, zeer ervaren WordPress specialist. Hij is oprichter van WordPress Nederland, WordCamp Nederland, WordCamp Europe. En hij werkt op dit moment als Head of Partners and Customer Relationship, ja helemaal uit mijn hoofd, voor Surfbolt. En hij gaat vandaag vertellen over hoe je je performance van je server nu echt gaat bepalen en testen. De talk zal ongeveer een kwartiertje duren. Daarna is de mogelijkheid tot vragen. Ik denk ook wel dat Remkes het prima vindt als er vragen tussendoor komen. Dus zet die in de Q&A. Ik zie Remkes al ja knikken, dankjewel. Zet die in de question and answer functie van Zoom. Dan kan ik even inbreken en dan hoeft Remkes daar niet op te letten. Als Remkes klaar is, gaan we door met een quick talk van Jan-Willem Oostendorp. Ik doe ze even helemaal in één keer, Remkes, voordat je begint. Jan-Willem is een backend specialist sinds 2012 voor WordPress ook. Hij is een freelancer, organisator van Meetup Zwolle. En hij gaat het straks hebben over hoe je gaat beginnen met Git als je alleen bent of als je in een team werkt van in een klein team werkt. En beide presentaties zijn dus ongeveer een kwartiertje. En ik denk dan dat ik nu het woord ga geven aan Remkes. 15 minuten zijn van jou. Veel plezier. Dankjewel, Marcel. Als het goed is, is mijn scherm gedeeld nu? Correct. Ja, die bevestiging toch wel even handig om te krijgen, want mijn view is iets anders dan waarschijnlijk die van jullie. Dankjewel, Marcel, voor de uitleg en intro. Performance testen. Kijken wat voor vlees je in de kuip hebt. Dat is eigenlijk wat de hele korte samenvatting van mijn presentatie is. Er zijn nogal wat manieren om dat te doen, zonder dat het iets zegt. En het is één die wij in ieder geval heel veel tegenkomen. Dus vandaar dat dit onderwerp vandaag op de agenda staat. Even heel kort mij nog, voor het geval je dat niet goed mee hebt gekregen. Ik werk bij Surfbolt als Head of Partner and Customer Relationships. Ik werk al in de WordPress community, ben actief in de community sinds 2006, een beetje licht, en 2008 best wel actief. WordCamp Nederland, WordCamp Europe, mede opgericht. Zeker in het beginjaren heel veel gesproken op verschillende WordCamps door Europa en zelfs een keer in de Verenigde Staten. Waar gaan we het vandaag over hebben? Hoe test je de performance van je server nu echt? En het woordje echt is eigenlijk waar het om gaat. De meest voorkomende manieren die je op het internet tegenkomt om de snelheid van je site en server te testen, is niet correct. Er wordt namelijk de cache van je website getest. En overigens, wanneer ik het over site of server heb, die staan natuurlijk in deze combinatie, zit dat gewoon één op één met elkaar verbonden. Het nadeel van wat je aan het doen bent, is dat het je een incompleet beeld geeft. Dus wat je eigenlijk echt wil weten, is hoe snel je website is wanneer er niet gecached kan worden. Je zult je denken van waarom is dat van belang? Wat heb ik daaraan? Laat dat ding gewoon lekker cachen en hoppa, klaar. Cache testen zegt feitelijk niks over de waardeprestaties van je website dan wel je server. En de dingen, de toepassingen van WordPress waarin je dit vooral heel duidelijk zichtbaar kunt meemaken, dat is in je WordPress dashboard zelf. Maar denk aan applicaties
Want dat zijn het ondertussen, binnen WordPress, die e-commerce zijn. Dus WooCommerce is daar de meest overduidelijke voorbeeld aan. Membership sites is ook een hele mooi voorbeeld. Is een heel mooi voorbeeld waarin je alles wat je doet wanneer je ingelogd bent, kun je niet cachen. En zo werkt het in principe dus ook met WooCommerce, maar zo werkt het ook met eigenlijk elke vorm van gepersonaliseerde informatie in je WordPress site. Dus op het moment dat je wilt weten van, nou luister, ik heb hier een site en ik verwacht, ik noem maar wat, dit is een site die van een bekende YouTuber is en die gaat volgende week gaat die live met iets groots en dan komen heel veel mensen komen op af. Nou, dan kun je standaard zeggen van, weet je, hartstikke mooi, dat gaat keurig gecashed worden en dat is een goed begin. Maar als die mensen vervolgens ook allemaal getriggerd worden om een formulier in te vullen of om daadwerkelijk iets aan te gaan schaffen, dan kijk je tegen hele andere informatie aan dan wanneer je je standaard testen van, nou, wat kan mijn site, wat kan mijn server? Het eerste en het meest belangrijke om te onthouden is dat er een mechanisme is die Cachebuster heet. En dat is een hele eenvoudige manier om ervoor te zorgen dat dat wat je test ook daadwerkelijk de echte resultaten zijn. Dus alle testen die je doet, doe je met een cachebuster. En als je denkt van, die buster heb ik nog nooit van gehoord. Nou, het is allemaal niet zo heel spannend. Want het enige wat je hoeft te doen, is een query parameter toe te voegen aan je URL. Dus op het moment, en voor het geval je daar niet bewust van bent, zo goed als alle methodieken van caching, of je dat nu op serverniveau doet, of dat je dat op applicatieniveau doet met een plugin als WP Rocket bijvoorbeeld. Of met Varnish of wat voor andere tool dat je maar gebruikt. Op het moment dat je een query parameter toevoegt, is het moment dat je geen gecachte inhoud van de site krijgt te zien. Dus het maakt niet uit welke fysieke pagina dat we hier aan toevoegen. Op het moment dat je zo'n query parameter toevoegt, dan heb je eigenlijk de echte performance van de site te pakken. En het is ook om die reden dat het uitzenden van bijvoorbeeld een nieuwsbrief naar 40.000 mensen met een hoge clickrate behoorlijk wat stress op een server genereert. Want over het algemeen, als je een mail verstuurt, noem het met MailChimp, en je hebt een linkje naar je site daarin, dan worden daar die tracking parameters ook aan toegevoegd. Dus ook de UTM-trackers die je gebruikt, de MailChimp-trackers, advertenties, Google die ze gebruikt, noem het allemaal maar. Alles heeft een vorm van een query parameter in. En dat is mooi om te tracken, maar dat maakt ook dat je niet kunt cachen. En dat maakt waarom het testen op het daadwerkelijke performance van je site zoveel belangrijker is. Nou, gelukkig hebben we een aantal tools waarin verschillende waarden getoond worden, die samen je een goed beeld geven wat er feitelijk met je server aan de hand is. De meest logische, die waarschijnlijk de meeste mensen al allemaal kennen, dat is de Brave. Zo, ik ga daar helemaal van stotteren. De inspector, dus rechtermuisknop. Iets minder bekend is de Google Analytics pagina performance metric die beschikbaar is. Iets vrij nieuws is Google Search Console. Die heeft een insights functionaliteit die onlangs, volgens mij afgelopen week zelfs, behoorlijk uitgebreid is. Real user monitoring, dat is iets wat je met Google Analytics verder nog kunt uitsplitsen. En als laatste is eigenlijk een tool die op de meest, laten we zeggen, brede manier naar je site kijkt en ook naar de gezondheid van je site kijkt om mee te bepalen wat nou echt de performance van je site is. Nou, ze staan hier al, maar we lopen eens even door. Google Analytics is de meest logische om meer in te gaan verdiepen. Om de simpele reden dat daar heel veel informatie is en aangezien de meeste bezoekers van je site ook gewoon echt via Google binnenkomen hier in Nederland, is het van belang dat je
deze specifieke landingspagina's goed bekijkt en ook goed zicht houdt op wat er gezegd wordt. Wat voor waarden vind je hier terug? Wat zegt mij dat over daadwerkelijk hoe de site, de pagina, de URL gebruikt wordt? Inspector, daar zijn nou twee specifieke tabs die je daarvoor kunt gebruiken. De eerste is het netwerktab, waarin het belangrijk is dat je de cache uitzet van je browser zelf. Want dan kun je wel een cache buster gebruiken, maar vervolgens je browser gaat ook vervolgens alles nog een keer cachen. De meeste van ons, als je begint met het gebruiken maken van Inspector, zitten we in Elements te kijken wat daar allemaal gebeurt. Wat we met CSS doen. Console vertelt ons iets over JavaScript. Maar het netwerk vertelt je eigenlijk over hoe wordt spul ingeladen. Hoe snel. Wat gebeurt er allemaal. Wat is de waterval van data die ingeladen wordt. Het leuke hiervan is dat je specifiek ook per item een cache kunt legen. Dus je kunt ook specifieke elementen die je optimaliseert en test, kun je uit je browser cache gooien en opnieuw testen. Optimaliseren van CSS-bestanden is daar een mooi voorbeeld van. En je Google Search Console heeft de verkeerde plaatjes, zie ik. Dus mooi blind was ik toen ik dat al aan het controleren was. Maar wat je daarin ziet is eigenlijk een hele hoop verschillende linkjes naar een insights gedeelte. RUM testen, dat heeft helemaal niks met een glas met alcoholische drank te maken. Real user management en wat het eigenlijk je vertelt is hoe de gedragingen van je gebruikers daadwerkelijk op je site gebeuren. Het gaat iets te diep om dat nu hier in heel veel detail te behandelen. Dus ik heb hier even een linkje gedaan. Deze presentatie deel ik overigens ook na de tijd. Ik heb hier een linkje gedaan naar een artikel wat we daarover geschreven hebben. Er zitten een paar codesnippets bij waarin je RUM, wat standaard aanwezig is, beschikbaar is in Google Analytics. Maar je moet het wel aanzetten, je moet het wel activeren. En RUM zegt eigenlijk gewoon wat jij denkt dat de performance is. Even los van de manieren van snelheidstesten. Het vertelt je ook hoe de site daadwerkelijk beleefd wordt. Crawlers, dat zijn op zich onderwerpen die we los behandeld ook nog wel elk 15 minuten zouden kunnen geven. Wij gebruiken bij Surfbolt twee verschillende versies, Sidebolt en Screaming Frog. En wat die voor ons doen, is een gestandardiseerde manier van wat is de performance, wat is de gezondheid van je site door te scannen. En een van de resultaten die je daaruit krijgt is: hoe snel komt het spul de browser in? Hoe snel levert de server aan wat er gevraagd wordt? Voor beide van deze tools is het van belang dat je ook hier met je cache-busting parameters werkt, om ervoor te zorgen dat je altijd naar de juiste daadwerkelijke informatie zoals die beleefd wordt aan het kijken bent. Dus waarom is dit een probleem? Nogmaals, dit is het uitvoeren van een website en snelheidstest voor elk mogelijk prestatiegerelateerd probleem is belangrijk, omdat je namelijk het optimaliseren wil doen voor het doel dat je een verbeterde gebruikerservaring krijgt. Stel je voor, een heel concreet voorbeeld, wat wij we hebben veel mensen die naar ons toe migreren bij Surfbolt en die lopen eigenlijk tegen limieten aan. En die limieten zitten soms in het snelheidstuk en soms zit het in een gedeelte van snelheid. Dus wat zou een mooi voorbeeld zijn van: kijk, hier is waar dit uitgebreide zoeken en analyseren van je prestaties een belangrijk en, laten we zeggen, een inzichtgevend iets wat data oplevert waar je aan waar je naar kunt handelen. Dat is bijvoorbeeld een WooCommerce site. Op het moment dat je je producten keurig gecached hebt, dan zal de beleving van de webshop in eerste instantie gewoon super vlot eruit zien. Maar op het moment dat iemand een product toevoegt aan de winkelwagen en door wil gaan met andere producten bekijken, betekent dat er een cookie geactiveerd is en dat daarmee ook de cache geïnvalideerd wordt. Dat betekent dat de vervolgervaring van de gebruiker daarna naar beneden gaat als je
site performance niet is waar het hoort te zijn. Laat staan de persoon ook daadwerkelijk gaat afrekenen en de site is al wat drukker en er gebeurt al wat meer, dan zijn dit de problemen die je in je standaard methodieken van hoe we testen niet boven water krijgt. Dus de onderliggende problemen die er zijn, zie je niet als je niet op een brede manier test, wetend dat je standaard alleen maar cache aan het testen bent. De tools en technieken die hier besproken hebben, dus helpen je het kaf van het koren te scheiden. Er is heel veel meer te zeggen, maar de 15 minuten zijn alweer voorbij. Dus dit is in vogelvlucht wat er te gebruiken is. We hebben meer informatie beschikbaar. We hebben ook vragen die je mag stellen. Ik heb er nog niet één gezien, maar ik hoor het wel van Marcel. Ik heb ook nog geen vragen gezien, Remke. Nee. Oké. Nou, dan was het of duidelijk of helemaal niet. Eén van beide. We gaan altijd uit van het goede, toch? Ja. Ik heb in ieder geval sowieso deze presentatie die ik nog iets verder ga uitbreiden met wat meer linkjes. Kun je hier terugvinden. Ik zie dat er een vraag staat, maar ik kan er niet bij goed. Oké, ik wil hem wel even voorlezen voor je, Remkes, geen probleem. Ja. Dat kan ik. Het is een vraag van Joost. En Joost die zegt, en ik lees hem gewoon even op hoor. Cachebuster door middel van QS. Is dat alleen browser cache of ook WP cache? Dat is een goede vraag. Het is ook browser cache leger. Echter, dat kun je al eenvoudig doen door een private browser tab te openen. Daarmee los je dat gedeelte eigenlijk al op. Waar het je echt om te doen is, is dat wat er op server ook is aan cache, en of je dat nou in Varnish hebt, in Nginx of daadwerkelijk binnen WordPress, dat is het eigenlijk wat je aan het busten bent als je die cache-buster gebruikt. Dus eigenlijk, om je vraag te beantwoorden, alle lagen die er zijn, worden daarmee geïnvalideerd. Oké, dankjewel Remkes. Ik hoop dat Joost antwoord heeft gekregen op zijn vragen door middel van jouw antwoord. Als hij nog vervolgvragen heeft, dan horen we het graag. Yes. Ik zie een vraag van Marco in de chat. Is het niet beter om server performance op de server zelf te testen, bijvoorbeeld met New Relic? Dat is een goede vraag. Wat New Relic doet, is over data en informatie beschikbaar stellen die in sommige gevallen iets zegt over de performance van een site, maar het vertelt je niet zozeer over hoe je site in de frontend in de browser performt. Dus New Relic is een tool die meekijkt, voor degenen die niet weten wat New Relic is een tool die op serverniveau meedraait en eigenlijk alle processen meet en kijkt wat er gebeurt. Wat New Relic als groot nadeel heeft, vind ik, is dat het best wel wat performance vraagt om mee te kunnen draaien. En dan zijn er andere tools die net zo goed het leveren wat je aan informatie nodig hebt, die eigenlijk geen extra resources vragen. En twee mooie voorbeelden die wij ook heel erg aanraden, dat zijn is wel de aanname dat je WP CLI hebt geïnstalleerd op je server. Maar dat is WP Profile en WP Doctor. Als je die twee tools gebruikt wanneer je daadwerkelijk wilt meten en wilt kijken, heb je in onze beleving veel betere informatie om daadwerkelijk naar te handelen. Ik zie ondertussen de chat nu wel. Oké. Graag gedaan, Marco. Ik ga zeggen, dan heb je ook gezien dat Marco helemaal happy is met jouw antwoord. Dus dat is altijd fijn. Je moet het eigenlijk zo zien, hè? Als je het hebt over performance, dan wat je eigenlijk wilt is dat je site doet, of sorry, dat je server doet daar waar het voor gemaakt is. Een server is gemaakt om een site, zou gemaakt moeten zijn om een site vlot te laten zien. Dus alles wat je op een server toevoegt aan ingewikkelde control panels of applicaties die dingen meedoen op achtergrond, die zouden geen aanslag moeten doen op performance. En 99 van de 100 dingen die je toevoegt op server hebben een aanslag op performance. En New Relic is daar een prachtig voorbeeld van die gewoon ook gewoon hele goede alternatieven kent die dat probleem niet met zich meedraaien van
ja, constant energie meevreten terwijl je je server het al druk genoeg heeft. Hallo Monique, goedemorgen. Oké, Remkes. Nou, ik zie geen andere vragen in de Q&A. Ik zie nog een vraag van Rosanne in de Q&A. Rosanne die zegt, als je met een cashbuster test, wat is dan een goed resultaat? Ga je dan ook al uit van een laadtijd binnen de 2 seconden? Als je site goed werkt en je server werkt samen met je site goed, dan zou een cashbuster het performance van je site gewoon onder de 500 milliseconden moeten hebben. 2 seconden is echt te traag. 1 seconde is al te traag. Dus je standaard performance van een goed geoptimaliseerde site hoort richting de tussen de 500 en de 600 milliseconden te zitten. Alles daarboven is aan de late kant. En een belangrijk component daarin is je time to first byte. En die kan op verschillende manieren beïnvloed worden. Heel veel plugins laden die niks hoeven te doen. Rare queries die slimmer en beter geoptimaliseerd kunnen worden. En een heel belangrijk component is de performance van je server zelf, die op de meest performance geoptimaliseerde manier ingericht hoort te zijn. All right, dankjewel Remkes voor dat antwoord. Ik denk dat we qua Q&A kunnen afsluiten. Ik wil jou hartelijk bedanken, Remkes, voor je presentatie. Ik hoop dat onze aanwezigen er wat aan hebben. En bekijk ook zeker, als je nu gekeken hebt, de presentatie van Remkes. Hij gaf aan dat er nog wat dingetjes bij komen. Qua linkjes waar je meer informatie kan vinden over hoe je nou echt je performance test. Ja, ik zal hem even compleet maken, maar dat komt goed. En een screenshotje aanpassen. En een screenshotje aanpassen, yes. Mooi, hè? Ja, gratis tip. Ja. Hey, goed. Hartstikke bedankt, Remkes. Jo. Doei, doei. Adios.